showpromotor Marciano Gallimo is het niet helemaal eens met het besluit van de districtscommissaris Remy Polak van Paramaribo Zuidwest. De DC heeft onlangs beslist in de maand augustus geen vergunning te verlenen voor openbare dansactiviteiten in het resort Latour. Gallimo vindt dat alle belanghebbende partijen bij elkaar moeten komen om dit vraagstuk goed te bespreken. Misschien moeten we gaan kijken of Latinisme is Guadansi en voor ze daar vergunning door. Want aan de Latinisme is het niet zo. Na een gedrag voor bepaalde man, voor bepaalde oma, dat is het niet zo. Weet je, maar we moeten ook dingen doen die realistisch zijn. Weet je, ik kan orga Guadansi, dus mijn kantoor vuren, ik is een vergunning door. Dan mag in principe dat je dans door langer doen. Dan het is niet rendabel, geef een orga man. Weet je, aan de andere kant, if one wet day, dat in Mauris heeft na wet, dat na buiten kijf. Ik begrijp toch niet, pa. Dus, omgoes doen dat taki, omgoes doen dat luku. Misschien bijvoorbeeld bepaalde prijzen, dat ik kan orga tangen voor je, bepaalde prijzen. Toevallig nog eens ranang, isabi, maar de mijn orga tangen laat die en als een waka. Maar ik mis een bepaalde prijs, toen ben ik mijn gotang aan 12 euro als een shit. Dus omgoes doen dat luku. Sana a uitgangsgedrag voor asrana man, nanga asrana oma. Showpromotor Marciano Gallimo. Die districtscommissaris Polak vindt dat showpromotors die in dit gebied activiteiten organiseren, zich vaker niet aan de vergunningsvoorschriften houden. Het incident van afgelopen zaterdag, waarbij politieagenten zijn bekogeld tijdens een festiviteit in het BEP-centrum, heeft volgens Polak de emmer doen overlopen. Twee politievoertuigen zijn daarbij beschadigd. Dit besluit zal volgens Polak ertoe bijdragen de rust te brengen in de omgeving. In het vervolg zal het commissariaat strengere regels hanteren, legt de DC uit. Wat een beller gezegd heeft, zegt luister nou, laat die man een 3000 deposito zetten. Als die man overschreden heeft, de tijd overschreden, krijgt hij dat geld niet meer. Toch? Dus we gaan kijken hoe wij dat kunnen aanpakken. Je wil niet zo ver gaan. Je wil de mensen leren dat er wet en recht is. De wet geeft aan zoveel. Je hebt gevraagd, je hebt een vergunning gekregen. Schuif je verantwoordelijkheid niet naar de politie. Als Polak heeft gevraagd, de vergunning is op naam van Polak gegeven, dan is Polak verantwoordelijk daarvoor. Toch? En het is makkelijk om op te pakken, maar we weten dat. Het probleem is dat de feestgangers, wij Surinamers, pas tegen 1 uur uit huis willen gaan om te gaan feesten. En de Olobaber ook al die zijn. Dus we moeten gaan kijken hoe kunnen we dat opvangen. Toch? Met wat ik zeg, af en toe verleen ik mijn medewerking tot 4 uur. Toch? Omdat mensen onkosten hebben gemaakt. Toch? En van 8 tot 11, 12 uur heb je nog bijna niets verdiend. Want dat had ik kon, 1 uur kom iets voor je romantiek. Dus soms strijk je over je hart en zeg, luister nou, ga tot 4 uur. Maar dan moet het 4 uur zijn. Remy Polak, DC Paramaribo Zuidwest. Voorlopig zullen openbare dansactiviteiten niet worden toegestaan in het resort Latour. Dit besluit moet volgens showpromotor Gallimo in heroverweging worden genomen.